hele speciale dag, want er wordt de Pride bijgeschreven in de, hoe moet ik zeggen, inventaris van immaterieel erfgoed voor Nederland. En dat komt natuurlijk vooral omdat het een super uniek en prachtig evenement is, maar ook omdat het zo ongelooflijk goed geleid wordt door het team van Lucien en Anita. En ze zijn hier vanavond. Graag een applaus voor Lucien en Anita. Het is Rondrijk Museum, doet mooie dingen, artiesten erbij, de Nieuwe Kerk, Ita natuurlijk hier met twee voorstellingen. Muiderslot, de Halle, Centraalstation, noem maar op. Dus het is wel opvallend, want de Pride wordt, het is een signaal uit dat de Pride ook door echt grote gevestigde locaties in de stad wordt omarmd. Dus dat is alleen maar heel erg goed. Verder zul je in het programma, wat van dit prachtige volkje, alles in staat, maar je kunt ook op pride.nl kun je alles terugvinden. Alle disciplines zijn ook echt wel vertegenwoordigd, van beeldende kunst naar fotografie. Film, dans, overhaast heb ik gehad, literaire avonden, lezingen, concerten, nou, de lijst is eindeloos. En het is ook verspreid over de hele stad, dus alle stadsdelen doen. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij de opening van de Arts and Culture Pride in de koninklijke foyer van de stad Schouwburg. Ik sta hier naast een van de organisatoren, Siep de Haan. Hij heeft het druk met iedereen te begroeten. Siep, wat kunnen we allemaal verwachten? Nou, we hebben 70 locaties met 70 kunstenaars en 70 projecten. Groot, klein. Maar wij vinden deze hier bij de stad Schouwburg, die heeft toch wel mijn hart gestolen. Want er zijn toch twee gezelschappen die hun nek uitsteken. En, hier... en die gezelschappen zijn? Dat is dus Opus One, die Fun Home produceert hier vandaag. Die gaan we zo bekijken. Ja, die gaan we zo bekijken. En daarna moeten we op een andere avond Small Town Boy gaan bekijken. En ze staan hier twee weken lang. Jij bent bij de AfroTros presentator, vooral met name kunst- en cultuurprogramma's. Daar heb jij ongetwijfeld heel veel mee. Arts en Culture Pride, waarom is dat belangrijk? Nou, ik vind het wel fijn. En dit jaar is het sterker zo, denk ik, haast dan vorig gaande jaar het geval was. Dat meer op de kaart is komen te staan ook wat... er nu georganiseerd wordt buiten de Canal Parade en alle samenhorigheid en vrolijkheid om, dat je ook via voorstellingen, via literatuur, via tentoonstellingen een verhaal kunt vertellen dat relevant is. En dat de mensen eert die ooit in het verleden in moeilijkere tijden de pleitbezorgers zijn geweest, waar wij nu nog steeds de vruchten van plukken. En dat gebeurt in voorstellingen hier in de stad Schouwburg bijvoorbeeld, Fun Home, Small Town Boy, dat ik eergisteren al zag. Maar ook bij de tentoonstelling All American Girls, die belangrijke mensen uit het verleden eert. En ik vind het sowieso belangrijk dat je... via de verbeelding ook, dat kan soms beter dan via de verbeelding dan via de realiteit, dat je mensen wijst op wat relevant is in het bestaan. En hoe je jezelf ook kunt ontworstelen aan dingen als je niet dacht dat dat mogelijk was. En daar gaat culture en cultuur en kunst binnen Pride ook over. Ik weet dat jij een liefhebber bent van kunst en cultuur. Zeker. En daarom ben je hier ongetwijfeld ook. En vooral ook van musicals. Maar we zijn er nu natuurlijk vooral omdat het de opening is van de Culture Pride. En aan de vooravond van de opening van de Pride Amsterdam. Dus we zijn er weer helemaal klaar voor, toch? Cultuur is binnen de Pride natuurlijk een hele belangrijke pijler. Waarom? Nou, omdat cultuur gaat bij uitstek over uitingen. Hè? En op creatieve manieren. En we hadden al een prachtige operavoorstelling in het Muiderslot, hè? Amsterdam Castle. Helemaal roze uitgelicht. Helemaal mooie locatie. Prachtige muziek. Laagdrempelig. Dat ook mensen die niet zoveel met opera hebben, daar toch een hele mooie avond hebben gehad. Ja. Nou, vanavond staan we nu weer hier. En zo heb je in de hele week verschillende culturele uitingen. Ja. Die ook weer alles met Pride te maken hebben. Jij hebt gezongen in het Muiderslot. Hoe was dat? Dat was sprookjesachtig. En een ontzettende eer. Om voor het eerst met Amsterdam Pride deze uitdaging aan te gaan. Om dus eigenlijk al voor de Pride Week uit een cultureel evenement te organiseren onder de hoed van Amsterdam Pride. En buiten Amsterdam? En buiten Amsterdam. Was er maar Amsterdam Castle, Muiderslot, toch de achtertuin van Amsterdam. En we hebben eigenlijk samen, Milou en ik, bedacht dat het wel heel mooi zou zijn, samen met Siep. Om opera in het Muiderslot, opera Bertuti, te laten plaatsvinden. Ja. Opera en een koor zong ook nog mee. Ja.
Er zong ook nog een galakoor mee, dat is een queercoor hier uit Amsterdam. En ik heb al vernomen dat het volgend jaar weer gaat gebeuren. Ja, oh, dat weet je al. Ja, dat weet ik al. Er wordt straks, klopt, er wordt straks aangekondigd. Nee, het was zo'n succes, dat gaan we doen. En nee, ik vind het gewoon heel erg belangrijk, ook bij het Muiderslot, dat we andere verhalen vertellen. Dus naast de opera hebben we ook tours gay in de middeleeuwen bijvoorbeeld. Het Muiderslot is hot. We hebben jou eerder bij NVS gezien met de fototentoonstelling. Die hangt nu in Zuidoost, heb ik begrepen. Ja, dat klopt, bij Oskam. En wat is dat Oskam? Oskam is Open Space Contemporary Art Museum. En dat is in Zuidoost. En ze hebben nu een tentoonstelling met allemaal kostuums van de Nederlandse opera en ballet. En daar hangt Ramsey nu tussen. En dat werkt heel mooi samen. We zijn nu op de Arts and Culture Pride. Is dat ook een belangrijk onderdeel van de Pride? En zo ja, waarom? Nou, dit jaar is het een van onze parels. Als je dat programma alleen al bekijkt, het zit bomvol. En dit jaar hebben we daar ook wat extra aandacht aan kunnen geven. Belangrijke voorstellingen, heel verschillende voorstellingen, maar heel belangrijke. De ene is van de week in première gegaan. Smontown Boy van Theatergroep Oostmolweer van Marcus Aziz. Vanavond zien we een heel andere voorstelling, Funno, een gerespecteerde musical met prijzen overladen. Beide voorstellingen gaan over de coming out van een persoon, de ene als man, de andere als een vrouw. Het programma dat we daarnaast hebben, zijn heel veel gesprekken, onder andere van de leiding van Valentijn de Hedis, die zijn heel erg interessant om te doen. Dus kom allemaal, ga naar de voorstellingen, niet alleen vanavond, maar ook naar al die anderen. Welkom bij Internationaal Theater Amsterdam. Ik vind bij de rondleidingen het Roze Rijks. Dus dan word je meegenomen het museum in. En door wie? Door onze rondleiders. En dan leer je over de geschiedenis van de LHBTQI+, vanaf de middeleeuwen tot nu. Dat is alleen tijdens de Pride Walk of is het ook daarna? Het is ook daarna, de hele week. Twee keer per dag. Kun je boeken. Dus moet je even kijken op de website van het Rijksmuseum.